De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Steven Dibi-Persat, zegt dat zijn verwachting met betrekking tot de nieuwjaarsrede van president Santokki voor een deel is uitgekomen. Gisteren was de nieuwjaarsreceptie van de VES, waarbij het staatshoofd zijn economisch beleid uiteenzette. De president had echter concreter kunnen aangeven wat de samenleving over zich heen krijgt dit jaar, meent Dibi-Persat. Hoeveel ga ik meer moeten inleveren? Want we gaan allemaal meer inleveren. En wat krijg ik ervoor in de plaats? We willen niet alleen maar weten dat corruptie uit het verleden wordt aangepakt. Waar zijn die gelden gebleven? En we moeten niet alleen maar kijken naar vorige politici en vorige bewindslieden. We moeten ook kijken naar de mensen die vandaag zitten. Maar ze zitten al 15 maanden aan. Dus je moet één lijn trekken. En goed bestuur is goed bestuur van elke regering. Het volk wil zien dat haar belastinggeld goed besteed wordt en dat het leidt tot verbetering. Ik verwacht dat dit het jaar van verbetering wordt. Toch moeten we eerst door die bittere pil gaan, door die bittere bitawiri gaan, voordat die verbetering er komt. Dibi-Persat noemt de vooruitzichten van het staatshoofd, zoals de economische groei van bijna 2% en de aandacht voor de sociaal zwakkeren, een druppel op een hete plaat. De VES-voorzitter zegt dat het nog steeds onduidelijk is wie moet worden geholpen in deze economisch uitdagende tijden. Vroeger hadden we een register bij sociale zaken, maar die is zo politiek belast, zo politiek vervuild. Er moet een goed onderzoek komen welke mensen hebben waarom steun nodig en hoe lang. Uiteindelijk wil je een samenleving hebben die op zichzelf kan staan en geen schoolpakketten nodig hebben of ander type pakketten. Mensen willen ondersteuning, maar mensen willen voor zichzelf vooruitkomen. Die overheid kan daarin helpen. En misschien met ondersteuning van het maatschappelijk middenveld, bedrijven, vertegenwoordigers van vakbonden, kunnen komen tot een betere situatie in 2022. Want uiteindelijk is Suriname het land van elke Surinamer en niet alleen van de regering. U had toch wel een opvallende vraag voor de president en dat is inzage in sponsoren van de verkiezingen. Denkt u dat u daarop antwoord krijgt? Vandaag heb ik geen antwoord erop gehad. Wij blijven met deze vraag. Wij hopen dat de andere maatschappelijke middenveldvertegenwoordigers deze vraag ook in hun eigen agenda hebben en deze blijven stellen. Het houdt namelijk volledig verband met openbaar bestuur. Alles dat te maken heeft met regelarij en dus met een stukje corruptie werkt groeivertragend. Zo besluit Dibi-Persat.